Net als veel andere steden staat Amsterdam voor een uitdaging. De bevolking die groeit, het verkeer neemt toe en de druk op de openbare ruimte wordt steeds groter. Movares helpt gemeenten om hier een oplossing voor te vinden. Door bijvoorbeeld te kijken naar de mobiliteit. En dat kunnen we niet allemaal meer blijven faciliteren op de manier zoals we dat doen. Dus niet iedereen kan meer zijn eigen privéauto voor de deur parkeren of met de auto door de stad. Dat betekent dat we andere keuzes moeten gaan maken. Meer gericht op ruimte-efficiëntere mobiliteit, duurzamere mobiliteit en gezonde mobiliteit. En deelmobiliteit is een stukje van de puzzel om de mobiliteitstransitie verder vorm te geven. De gemeente heeft Movares gevraagd om mee te werken aan het opstellen van een nieuwe beleidsplan deelvervoer. En om alle gebruikersdata, ritdata en enquêtes te verzamelen. Conclusies te trekken over het gebruik van de deelmodaliteiten. Door die data samen te brengen weten we nog beter waar de behoeftes zijn. En hebben we daarop in kunnen spelen om vervolgens weer een nieuw beleid te gaan creëren. En dat nieuwe beleid is verwerkt in de nota deelvervoer. De toegevoegde waarde van Movares in dit project was voor mij dat ze als externe adviseur de ervaring van andere opdrachten en opdrachtgevers hebben meegenomen in dit traject. Dat ze de kennis die elders in het land is opgedaan hebben gebruikt om ons product ook beter te maken. Het resultaat voor Amsterdam? Een duidelijke toekomstvisie en beleid op het gebied van deelmobiliteit. En dat is ook zichtbaar in de stad. Meest trots ben ik uiteindelijk op het resultaat op straat. Dankzij de nota deelvervoer die Movares heeft opgesteld, kunnen we werken aan de uitrol van deelbakfietsen over heel Amsterdam. En het aantal deelscooters kunnen we gaan verhogen. De groei van het aantal deelauto's neemt toe. En uiteindelijk bieden we daarmee een alternatief voor privé-autobezit en gebruik in de stad.